dit is Tjeske van der Heijden. Dit is maar een komische act voor twee. En dit is Ineke Graanmans. En wij schilderen al een hele tijd samen op één atelier. Ieder apart. Maar sinds een jaar hebben we een project bedacht dat we tegelijkertijd aan één schilderij werken. Het moeilijkste moment was steeds als je een stukje had van een schilderij wat je heel mooi vond, wat je wilde behouden. En dat de ander dan zegt van ja, ik geloof dat ik er toch overheen moet. En dat moet dan ook. Want je kan niet één stukje bewaren en ook door het hele schilderij verder gaan en dan daar omheen zwalken. Dat werkt niet. Dus je moet je darlings loslaten. Ja, dus het is constant zoeken van, vind ik dit belangrijk, van moet het blijven staan of laat ik het los en mag het wat anders worden. Ja. En hoe heet de serie van dat jullie hebben gemaakt? Kwastendans. En waarom? Omdat we elkaar soms stonden te verdringen voor het schilderij en om elkaar heen liepen om erbij te kunnen of voor elkaar langs. Samen. Maar waarom? Een groot doek. Nou, juist een combinatie van factoren, denk ik. We hebben ooit ook wel eens met projecten meegedaan met heel veel mensen en één doek, maar dan werd het vaak of een rommeltje of je moet je heel erg aan regels houden. Dus dat werkte niet altijd. Maar wij waren een keer, dat is misschien ook wel leuk om te vertellen, in Haarlem. Een mooie tentoonstelling van portretten van allerlei verschillende kunstenaars, fotografen, 3D, van alles. En toen bleek als de dingen die we bekeken, we commentarieerden en zo, we snapten elkaar heel snel van wat we ervan vonden en waarom en zo. We hadden heel weinig woorden nodig om dat te snappen. Dus dat is al een beginnetje geweest van basis. Wij durven wel, want jij hebt maar doeken staan. Dan zullen we maar gewoon proberen. We kunnen er altijd weer over hebben. Ja, ook heel luchtig, actief, maar ik probeer ook altijd abstract. Met abstract af te wisselen. Ja. Ik vind het heel erg. Ik doe projecten. Elke keer verzin ik een nieuw project, zodat ik erin kan duiken.